Check van de OZB, dan staan we wel op de punt. Waarschijnlijk is het een omissie, maar geen antwoord. Van 2,5 miljoen euro. En daar moet u dat bij zien. Ja, wij zijn ongelooflijk boos en teleurgesteld over de informatievoorziening. Er zijn allerlei hele belangrijke feiten die wij als raadsleden gewoon niet van het college horen. En dat kan niet, dat mag niet. Ze moeten ons gewoon goed informeren. Er zijn brieven die wij niet krijgen, waarin informatie staat waarvan het college aanneemt dat we dat weten. Wij hebben dat nooit ontvangen. Allemaal van dat soort dingen. De begroting, daar moeten allerlei onderbouwingen bij zijn. Die zijn toegezegd, hebben we nooit gekregen. Nou, zo blijf je doorgaan. En we worden op het laatste moment geconfronteerd met allerlei uitspraken door het college, waarvan we gewoon niet op de hoogte zijn. En die hadden we moeten weten. Nou, dat is gewoon onacceptabel. Verantwoordelijke voor de hele begroting ligt natuurlijk bij de wethouder Financiën. En de wethouder Financiën, die faalt op een groot aantal punten. Wat ook heel frappant is, dat gisteravond hadden we geloof ik wel geteld 50 amendementen en moties. Vandaag zijn er nog een behoorlijk aantal aan toegevoegd. Nou, dat geeft aan dat de Raad ontevreden is met deze begroting. Als je zoveel wijzigingen wil aanbrengen, dan is dat gewoon onacceptabel. En dan is dat een motie van wantrouwen richting het college. Al die amendementen en moties dat het college, ik heb er geloof ik 2 geteld waar het college zegt van ja, nou oké, daar kunnen we mee leven. Dat vinden we acceptabel. De rest zeggen ze allemaal niet doen, niet doen, niet doen. Nou, ook zo'n houding van het college geeft aan hoeveel verschil er is tussen college en raad en hoe weinig het college tegemoet komt aan de wensen van de raad. Maar nu is er een motie van afkeuring aangehouden. Is dat niet een beetje vervelend dat dat eigenlijk boven uw hoofd blijft hangen? Ja, natuurlijk vind ik dat vervelend. Ik had liever duidelijkheid erover gehad. Maar ik vind het toch sportief dat ze gezegd hebben, nou, gezien de hele situatie, ook met rondom de stemming van de begroting, voor de begroting, tegen de begroting, dat ze op deze manier gezegd hebben van deze houden we aan en we bezien de ontwikkelingen. Hoe het college met deze dag omgaat, hoe het college met de stemming omgaat van op de begroting. Maar heeft dit gevolgen voor de verhouding binnen het college? Nou ja, het heeft wel gevolgen voor de verhoudingen. Ja, want de coalitiepartner heeft voor het grootste deel 3 van de 4 leden hebben tegen de begroting gestemd. Nou, dat is natuurlijk nogal wat als collegepartij. Nou ja, daar zullen we ons over beraden. Ik wens u succes. Ja, dank u wel.